niet allemaal dat Jehoram hier nog een keer. En we gaan vandaag een bezoekje brengen in Nissenham. We gaan ook een bezoekje brengen voor Axel in de verjaardag, maar ze weten er niet van. En we gaan toch ook een keer een bezoekje brengen aan de zelfpluktuin in Lobbe. Check het uit. Peace allemaal. En fuck all the haters. Yo, gasten. Ja, godverdomme. Moet ik nu opnieuw doen? Ja, yo, gasten. We staan hier zitten aan het zwembad van Nissenham. En we moeten hier gratis komen zwemmen. Met gratis sponsoringen gekregen. En we gaan een keer gaan zwemmen. Die gasten, check het uit. Peace allemaal. En fuck all the haters. Big up voor het zwembad, voor het luchtzwembad van Nissenham, omdat we hier voor niet meer komen filmen. Check het uit. En we zijn hier zo een beetje aan het chillen en we een beetje drinken. 6 van 10 bij gasten. Je hebt een score van 10, hoeveel punten geef je dat zwembad? Geef je dat zwembad 10 op 10, omdat je hier goed kunt drinken. En omdat we sponsoring aan hadden, omdat we hier voor niet mogen komen filmen. En omdat dat een squint zwembad dacht ik, dat hier een springplank, een rutte van 3,40 meter. En Hunter heeft die nog leerbaan dan ook. Ja, en Hunter kun je het ook drinken. Kijk, en we zitten niet zo te druk te drinken. Santé bij gasten. Godverdomme, ik heb hem moest. Ja, dat film ik ook al kijk. Ja, kijk, Santé bij gasten, joh. Oh, godverdomme, ik heb hem moest. Ja, gasten, dat waren de fans. Link op dat je ziet, zijn juist in de foto getrokken met ik. Ja, ze zijn weer content als ze mij zien. Het is gewoon een meisje, zo leuk. Ja, bij jou. Het zou wel zin, zo snel. Ja, kom, zie mee. Voilà. Manneke van de wette springplanken spring nu. Check het uit. Wij zijn gewoon durf ik dan niet. Wij, echt, nink. Durf niet, sorry, wij rassen, ik kan dat niet doen. He. Dat ben je gewoon. Dat maar 3 meter. Dat maar 3 meter. Hé, dat 3 meter zwierte. Je gaat er zelf maar op gaan staan. Moet ik dat niet echt doen, wij, hé, zo wogen. Moet ik kijken, zo. Jongens toch, dat niet doen. He. Dat is een water dat je land, hoor. Ja, dat is een water dat je land, ja. Maar wat kan er gebeuren? Ah niet, ja, we hebben onder, ja. We zitten doet voor de fans, man. Ik heb eerst niet van de springplanken durven springen, maar ik ga het ook doen omdat we een deal gemaakt hebben met de cameraman. En ook van de ruit de springplanken springen, toen kreeg ik 100 euro. En ook de nieuwe van springen, toen moet ik zijn nemen, die 100 euro. Voilà, check het uit. OMG! OMG, hola! Ja, als een donder deur waar ben ik het gedaan, ik heb ervan gesprongen. Dus misschien mag je met mijn donder deur wij niet vanavond. Check het uit! We staan hier nu in de zaagplaktuin van Lobbe. En dat is een biologische zaagplaktuin en ze kweken in hun groeisels biologisch. We zitten hier in Lobbe, waar Willem Vermander hier nog gewoond heeft. Willem Vermander is afkomstig van Lobbe en we staan hier nu in Lobbe. Voilà, en manneke een tour doen, manneke groeisels plukken en kweken. Amai, godverdomme, ik zou ook zo'n land winnen. Wij zijn moeten kijken, zeg. Moment toch.
Maar he, hoe doen ze ze inderdaad? Moet ik hier die spritten, he, ze staan squinnen. Ja man, zeg. Ik versta dat niet. Normaal dat biologische kwee, moet je dan een andere planten erbij zetten dat de allee. En ook de kwamstap in Macquarie zijn nog geen biessen. Ik denk ik versta dat niet. Dat biessen. En we zitten nu juist bij de tomaten. Godverdomme squinnen, he, zeg. Van die fieten. Kijk eens aan dat die tomaten kwart dan ons weg. Dat zijn die paprika's. Ja man, dat mensen doen in haar beste wijde die van de zaafpluktuin. Kijk gasten, denk op dat je ziet dat ze hier echt bergen groeit. Alsof ze hier bij kan verdwongen. Hoe je een keer bij zien moet je maar een keer uitzetten. Heb je een tip mee voor de beginner tuinierder? Ja, kan ik een tip geven, gasten. Dus als je biologische tuin wil kweken, moet je nooit sproeien. Van de top van een etel, je steekt dat in de zeulen. En je doet dat water in en laat dat een paar weken vorten. En je laat een etelsap. Je moet dat etelsap er niet zuiver op gieten. Of anders zou je planten verbranden. En voor wat kan dat etelsap doen? Dat voor tegen de rupsen en dergelijke. Houd tegen nolle insecten of biessen. Kijk alleen op dat je ziet, heb je hier wat een winkelke. Of je russel zelf plukt, kun je dat hier te koop met een winkelke. Voilà, kijk, en nu juist een courgette kort hassen en zo goed smaken voor in de soep. Eet allemaal, dat je hoort hem hier nog een keer. En we staan hier juist aan Saint-Georges. En we zijn hier voor Axel, uur een verjaardag. En we zijn hier wat met de prijs dat ze gewonnen heeft. Van de giveaway. En we gaan een keer een happy birthday geven aan Axel. Check het uit. Eet allemaal, we zitten hier juist op de verjaardagsfeestje van Axel, ze worden dat echt niet verwacht dat ik hier toegekomen heb. Proficiat met mijn verjaardag, Axel. Check het uit! Peace!